Als blijvende herinnering aan de bevrijding van ons land wordt op het slagveld bij Overloon het eerste Nederlandse oorlogsmuseum plechtig geopend. Op het symbolisch graf leggen communicantjes bloemen en kransen. Nadat aan de voorgevel een gedenkplaat is onthuld, maken de autoriteiten, onder wie minister Beel, een rondgang door het museum. Overloon is de plaats waar in september 1944 de 3e Britse infanteriedivisie een hevige slag leverde tegen de Duitsers. Veel van het destijds gebruikte materiaal is hier tentoongesteld.